Welkom bij Zubir's World, leuk dat jullie kijken. En ik ben nu hier in Havana, in Callejon de Hamel. En ik ga jullie een volledige tour laten zien van deze geweldige, geweldige, unieke straat hier in Havana. Het is zo vet, let's go. Dit is het begin van de straat, of het einde. Ligt er maar net aan waar je begint met lopen. En ik ga heel snel door deze straat heen. En ik laat je alle highlights zien. Als je echt alles van deze straat wilt zien, ja, dan moet je gewoon zelf naar Cuba komen. En dan zie je gewoon hoe het hier is. Dit is echt, deze straat is echt geweldig. Heel veel materialen die deze straat eigenlijk hebben gecreëerd, gemaakt door een artiest, zijn recyclebare materialen of spullen die weggegooid zijn of gedumpt zijn. En heeft een artiest met die spullen, zeg maar, dit allemaal bedacht. En kijk, muren zijn geschilderd. Het zijn allemaal random artikelen, allemaal bij elkaar gesprokkeld. En het is één grote museum hier in deze straat. Dit is echt, dit is gewoon geweldig. Dit is top. Ah. Cuba. Cuba. Amerika Latina. Kijk dan. Een badkuip. Een pilaar. Allemaal gekke dingen. Cubaanse vlag. Kijk die woningen daarachter. Dit is echt top. Kijk hier. Dit zijn dingen. Doodskoppen en dat soort zaken. Dat hoort bij hun voodoo religie. 80% van de mensen in Cuba hebben een soort voodoo-achtige religie. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit, maar... Zeg maar dat soort dingen, weet je, die cirkels, die doodskoppen en dat soort zaken, dat hoort bij hun voodoo religie. Hier heb je gewoon een kassa. Een kassa op een paal, jongens. Ja, zoals ik al zei, ik ga gewoon even een aantal dingen highlighten. Ik kan niet alles aan jullie laten zien hier. De eerste vlag van Cuba, geel en wit. En tijdens de revolutie is deze vlag ontstaan, de huidige vlag van Cuba. Maar ik zou zeggen, kijk je ogen uit, pauzeer de video wanneer je zelf wilt. Want er is echt, echt veel te zien hier. Rechts en links. Dit is een winkel. Voilà. Ja, ook hier staan allemaal random artikelen. Een bar is dit. Waar je souvenirtjes kan kopen. Kijk dan. Degene die deze straat heeft bedacht, dat is deze meneer. Ik weet niet meer hoe die precies heet, maar ik ga het hier neerzetten. En al de gasten die hier hem hebben bezocht. Zoals de bekende Bob Marley. Ja, jongens. Kijk. Onze bekende Che Guevara. Deze gaat nog naar boven, maar laat ik dat nu even niet doen. Alright, ja, nou dit heeft dus te maken. Dit heb ik gezien gisteren bij die voodoo-bos. Die vrouw die zo hun god was aan het oproepen. Precies zo'n zwart poppetje op een steenachtige iets. En met dit was zij zo god aan het oproepen. Dit is dus die ene voodoo-religie wat ze hier in Cuba hebben. Bueno. Bonito. En we lopen nu bijna aan het einde van de straat. Van het begin van de straat. Ik ga het jullie even laten zien. Ik heb het begin trouwens ook niet gezien hoor. Dus ik weet niet hoe het hier eruit ziet. Voor jullie de eerste keer, voor mij ook de eerste keer. Alright, nu zijn we gewoon op de normale straat uitgekomen. Alright. Callejon de Hamel. Ik zou zeggen dat dit echt het begin is. Alright, ik ga me weer samenvoegen met... of bijvoegen, samenvoegen. Nee, samenvoegen. Ik ben geen Siamese tweeling met Mitchell, maar... ik ga me met hem voegen. We hebben twee Cubaanse vrienden leren kennen. Oh, waar is die andere jongen? Ik
betalen bij de university.